Gisteravond hebben we een vragensticker gedaan op Instagram. Jullie weten dat ik corona heb gehad en ik ga jullie vertellen hoe het nu met me gaat. En vooral hebben jullie vragen aan mij. Vraag 1 is, we hebben het ook gehad en nog steeds last. Heb jij je smaak en je geur al terug? Smaak is wel redelijk terug. Wat ik wel heel erg merk is vooral met zoete dingen dat ik mijn smaak terug heb. Maar eigenlijk met het avondeten, dat smaakt nog steeds nergens naar. Maar bijvoorbeeld snoep of gelukkig chocola, dat smaakt wel weer goed. En mijn geur, die is nog steeds afwezig. Vraag 2. Is het nu ook moeilijker met rijden? Bijvoorbeeld moeite met je evenwicht? Nou, ik moet zeggen, de eerste 2 dagen dat ik weer ging rijden, nou, was net alsof ik nog nooit van mijn leven op een paard had gezeten. Ik zat helemaal met mijn tenen bij hem in zijn neus. En ik was, nou ja, sowieso na 5 minuten gewoon helemaal dood op. Nou, we hebben net even lekker gereden. Ja, ik denk een half uurtje erop gezeten. Maar van 2 rondjes gedraafd, 2 rondjes galoppeerd en de rest is alleen maar gestapt. En ik ben nu echt kapot. Ik heb weer helemaal van die wiebelbenen. Mijn hart die gaat kompenkant mijn keel uit. Ik sta te hijgen als een oud paard. Het valt echt tegen dit. En toen ik afstapte was ik helemaal duizelig, dacht ik echt dat ik ging flauwvallen. Dat zijn wel dingen die zijn met rijden nu eigenlijk wel een stuk beter. Maar bijvoorbeeld als ik de peeskappen om heb gedaan, moet ik altijd even met opstaan mezelf vasthouden. Want dan voel ik weer dat al mijn bloed zeg maar naar mijn tenen toe zakt. Vraag 3. Wat is de voornamelijkste klacht die je over hebt gehouden aan het coronavirus? Wat ik vooral heel lastig vind is dat ik mezelf niet voel zoals ik voorheen was. Dus normaal had ik heel de dag, ja, ik ben gewoon ADHD-patiënt. En ik vind het heel gek dat ik nu die energie niet in mijn lichaam voel, die ik wel van mezelf gewend ben om gewoon de hele dag te kunnen gaan. En nu moet ik eigenlijk tussendoor iedere keer even rusten en even een bakje thee drinken en even zitten. Klachten is het vooral heel erg dat ik heel moe ben. Dus als ik overdag gedaan heb wat ik kan doen, en dan doe ik natuurlijk toch soms iets meer als wat ik eigenlijk kan, ben ik daarna echt heel erg moe en zou ik eigenlijk het liefst om 6 uur 's avonds al naar mijn bed willen. Volgende vraag, hoe lang heb je in quarantaine gezeten? Nadat ik de GGD aan de lijn heb gehad die mij toch het nieuws heeft gebracht dat ik positief was voor corona. Zij meldde mij dat ik 7 dagen in quarantaine moest blijven en dan 24 uur koortsvrij. Dus dat is eigenlijk 8 dagen. Ik ben in die laatste dag, heb ik een keer tegen koorts aangezeten omdat ik, weet ik niet waarom, maar moest spugen. Het rare nu is dat ik dus ineens 37,3 heb. Dus daarbij een halve graad opgeteld is natuurlijk wel gewoon 37,8. Dat zou betekenen dat ik over de 37,5 graad heen zit. En ik zat eigenlijk heel de week een beetje op 36,7, 36,8. En nu zat ik ineens op 37,5. Dat zag de GGD als koorts, dus ben ik daardoor nog een dagje langer thuis gebleven. De volgende dag heb ik weer de GGD en de huisarts gebeld. En ze zeiden vooral, je moet klachtenvrij zijn. Maar ja, klachtenvrij vond ik daaraan het vervelendste. Dat ik natuurlijk aan de GGD en aan de huisarts vroeg, wanneer ben ik klachtenvrij? En dat weten ze zelf ook gewoon nog niet. Ze weten niet genoeg van het coronavirus om mij te kunnen vertellen wat mijn klachten zijn of die klachten weg zijn. Daarna is wel echt, ben ik meerdere mensen gaan bellen. Ook mensen waarvan ik weet dat ze op de IC werken. Oh, ik ben moe, ik moet even uithalen. Mensen waarvan ik weet dat ze op de IC werken bij de corona-afdeling. En die zeggen eigenlijk wel dat je na 10 tot 14 dagen niet meer besmettelijk kan zijn. Dus ik ben zeker die 10 dagen thuis gebleven. Dus ik heb echt 10 dagen in quarantaine gezeten thuis. Volgende vraag. Welke tijd was heftiger? Wanneer je echt corona had of het herstel na corona? Nou, eigenlijk tijdens mijn corona zelf was ik vooral heel, of in ieder geval mijn corona, maar tijdens de quarantaine was ik vooral heel erg moe, lusteloos. Oké, dag 4 van corona. Het viel me echt enorm tegen dat ik zo'n extreem slechte conditie had nu. Ik heb de trap 5 keer op en neer gelopen, maar eigenlijk na 3 keer had ik misschien wel moeten stoppen. Weinig eetlust, dus heb ik eigenlijk mijn hele quarantaine doorgeslapen, zeg maar. Ik heb niet echt het idee gehad van, oh, ik moet nog zoveel dagen thuis. Dat besef had ik helemaal niet. Ik heb eigenlijk alleen maar op de bank gelegen en geslapen. Ik had ook nergens fut in of zin in. Dus eigenlijk van mijn quarantaine zelf heb ik niet heel veel moeite ervaren, omdat ik eigenlijk alleen maar geslapen heb.
En ja, eigenlijk nu de periode na corona vind ik vooral heel lastig. Omdat ik merk dat ik weer heel veel wil, maar dat eigenlijk mijn lichaam het niet kan. Volgende vraag. Wat dacht je als eerste toen je hoorde dat je positief getest was? Ik ben maandagochtend vroeg, merkte ik dat ik heel erg verkouden was. Ik had heel erg het gevoel alsof ik voorhoofdholteontsteking had, maar er zat geen snot in mijn neus. Dus het voelde voor mij gewoon, ik voelde me heel verkouden. Maar een anders verkouden als dat ik normaal van mezelf gewend ben. Dat is ook de reden geweest waardoor ik een coronatest heb laten doen. En ik heb dinsdagavond heb ik te horen gekregen, of in ieder geval belde de GGD mij om mij te melden dat ik positief getest was. Ik heb dus na vandaag, ik denk zomaar 100 keer mijn uitslag geprobeerd te openen. Net gezien dat ik echt corona blijkt te hebben. Dat valt me wel een beetje zwaar. Nou, het voelt voor mij zeg maar echt een soort alsof ik gefaald heb of zo. Ik probeer altijd zo voorzichtig te doen. Maar zeker omdat ik zo moe was en heel mijn geur en mijn smaak was helemaal weg. Ik had al een paar keer die dag geprobeerd een broodje pindakaas te eten. Dat ik dacht, hè, dat is echt een pittige smaak. Of in ieder geval een zeer aanwezige smaak, de pindakaas. Nu begin ik toch wel een beetje zenuwachtig te worden. Ik zit een boterham met pindakaas te eten en ik proef het niet. Ik proef. Het is een boterham. Met smeuïg iets. En nootjes. En ik proefde zeg maar in mijn mond, ja, het is een beetje een smerig verhaal, maar ik proefde wel in mijn mond de textuur van het broodje en de smeuïge pindakaas en de nootjes die erin zaten, maar geen idee waar het naar smaakte. Dus mijn smaak was sowieso weg. Daarna kwam de geur. Nou, dan is het nu tijd voor de geurtest. Ik heb hier allesreiniger met Dettol. Wat geen geur bevat. Dan heb ik ook nog allesreiniger met eucalyptus. Dat ruikt ook nergens naar. De volgende vraag is, wat kun je nu niet wat vroeger wel kon? Nou, vroeger maakte ik echt wel eens dagen dat ik 6 uur 's morgens met de paarden begon. Dan ja, was ik eigenlijk de hele dag aan het rijden, reed ik soms wel 12 paarden op een dag. En dan ging ik even snel om 1:55 naar huis, even snel koken. En vervolgens weer terug te gaan om van 6:30 tot 22:30 soms wel eens les te geven. Nou, dat zijn zeg maar wel echt dingen die voor mij heel ver weg voelen en lijken. Als ik, ja, zeker als ik een dag veel gedaan heb, kom ik 's morgens gewoon echt niet voor 9:00. Ik kan gewoon mijn bed niet uitkomen. Ik word gewoon wakker en mijn ogen zitten nog dicht. En ik, ja, wat ik nu probeer is 2, soms 3 paarden per dag te rijden. En dan 3 keer in de week een privéles te geven. En dat, ja, vind ik echt heel erg vervelend. Maar dat voelt voor mij nu echt al als heel veel. Alsof ik dan echt al zeg maar, de hele dag aan het werk ben geweest. De volgende vraag is, ben je nog altijd kortademig? Ja, ik merk zelfs nu we deze video opnemen en ik dan moet lopen en praten, dat dat eigenlijk al best heel uitputtend is. Dat ik echt iedere keer eventjes goed moet ademhalen. Wat ik eigenlijk niet van mezelf gewend ben, maar dat ik echt af en toe eventjes een moment voor mezelf moet pakken. Echt even zo door mijn neus in en door mijn mond weer uit, alsof ik op de yogales ben. Dus kortademig ben ik echt nog steeds. De volgende vraag is, wat miste je het meest toen je niks kon proeven of ruiken? Nou, qua proeven miste ik echt vooral lekker eten. Oké, lekker avondeten. Wat heb ik vandaag? Ik heb al 2 dagen niks geavond geëten. En vandaag heb ik... Het is een beetje donker. Sparrips. Ik moet zeggen, ze proeven heerlijk. De structuur, alles is heel lekker sappig. Maar waar het naar smaakt, geen idee. Vooral chocola. Ik ben echt een chocoladejunkie. Dus ik had aan het begin van de corona echt gedacht, hè, dit wordt mijn bunkerweek. Ik ga 10 kilo zwaarder het huis uit als dat ik het huis inga. Ik had chocola laten kopen door mijn moeder. Ik had sushi besteld. Ja, ik ben echt een zoete kou. Ik eet de hele dag zoete, lekkere dingen. Ik hou niet zo van groentes en dat soort dingen. Qua ruiken, ja, is het natuurlijk toch wel... Vind ik het heel fijn om de stal binnen te komen en de paarden te ruiken. Ik was natuurlijk in de quarantaine niet op stal geweest. Dus ja, dat is wel gewoon een geur die je mist. Lekker zo in de buitenlucht. We zitten natuurlijk toch een beetje richting het strand. Dus we hebben hier altijd gewoon lekkere lucht, vind ik zelf, buiten. En bij de paarden zijn is het natuurlijk altijd een heerlijke lucht. Dus dat is wel echt iets wat ik heel erg gemist heb.
Ik vond het heel fijn om zo eventjes mijn verhaal te kunnen doen en dat jullie ook weten hoe ik me eigenlijk voel. Dus ik ben heel blij dat jullie hier naar hebben gekeken. Hebben jullie nog vragen of willen jullie nog een update over mij? Laat het dan vooral eventjes weten. Dan kunnen we daar misschien nog een video over opnemen. Dankjewel voor het kijken. Doeg!